Als onderdeel van het grote Dikkersfestijn is voor de 26e keer de kerstmarkt gehouden in de Lebuïniskerk. Zoals gewoonlijk is er weer veel te doen. Veel kraampjes met voor elk wat wils, hapjes en drankjes en muziek. De bezoekers zijn enthousiast over de markt. Ik vind het fantastisch. Ja? Alleen ik vraag, het is altijd een punt, het is een kerk, hè? En vroeger was dat, het is nu een handel, een plaats om te handelen. Dat is een beetje tegenstelling bij de oorsprong, vind je niet? Altijd erg gezellig en sfeervol met allemaal producten die ook een beetje met kerst te maken hebben. Geen rommel ertussen, gewoon allemaal wat kwaliteit wat je gewoon ziet, leuk. Ja. En het is altijd erg gezellig. Het is gelukkig dat het nou droog weer is en niet te koud, dus mensen komen dan in ieder geval ook naar ons toe. Het is altijd, donderdagmiddags is het altijd gezellig druk. Super gezellig. Het is echt heel leuk. Mensen die genieten en die hebben echt zoiets van, ja, dit is een echt nog een leuke kerstmarkt. Het is niet een toevallige markt met wat kerstballen, maar het zijn echt leuk, gezellig. Op de kerstmarkt kunnen de mensen ook zelf bezig zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld wafels bakken. Kijk, die knipjes zijn plat. En die symboliseren het afgelopen jaar. Daar weten wij alles van. De kerstmarkt is niet alleen voor de volwassenen, ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen figuren uit klei maken. De kerstmarkt loopt nog tot en met zaterdag 14 december.